Sorry dat ik laat ben. Oh, dat maakt niet uit hoor. Vader en ik waren net de dag aan het doornemen. Schat, vertel je even wat voor geweld je vandaag gedaan hebt. Vandaag heb ik ontslag genomen. Heb een baas voor broodjes kwijtgemaakt. En heb hem dan afgepast met 80.000 euro. Geef de boodschap erop. Wow, je vader denkt dat deze actie iets is om trots op te zijn. En je moeder ziet even de rest van mijn leven toch als een enorme loser. Je vader is een enorme loser. Want ja, wie moet hij nou zorgen dat de brood op de plank komt? Ja, inderdaad, je moeder. Want ja, je vader is ontslagen. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet ontslagen. Ik heb ontslag genomen. Nee, nog erger, hij heeft ontslag genomen. Geweldig, daardoor krijgt hij niet eens een uitkering. En wie weet, door al het afpersen wordt hij vervolgd en komt hij misschien nog wel in de gevangenis terecht. Nee, wees maar trots op je vader. Want die heeft het allemaal geweldig. Wil je nu alsjeblieft de boze stok hebben voordat ze koud zijn? Hier heb ik geen zin in. Zit jij? Ik ga de stad los een sukkelbanden te worden. Jullie doen maar waar je zin hebt, maar van mij niet meer last. Vanaf nu wil ik... Oh nee, nou mogen je niet meer lastigvallen. En moeten we met de grote boog om je heen lopen. Ook op onze stenen lopen. Zie je het Mion al zeggen? Oh, sorry, sorry dat ik niet stil ben. Oh, sorry papa, sorry dat ik je weer lastig val. Maar ja papa, nu je de hele dag thuis bent en mama de hele dag werkt om alle hypotheken en rekeningen te betalen, kan ze... Schat. Ik wil mijn voortaan niet meer onderbreken. Oh ja, en dan ook iets. Vanaf nu komt er een ander studie op tijdens het avondeten. Want eerlijk gezegd, en volgens mij spreek ik alleen namens mezelf, heb ik het helemaal gehad met die scheidmuziek van André Rieu.